De confetti knalt 3 uur lang uit de speakers. Veenstra kijkt op zijn iPhone. Ekdom knalt de hits op die antenne. Het feest kan beginnen. Extra weekend is binnen. Vrijdagavond na 7 uur. Als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Is het alweer tijd voor Extra Weekend. Extra Weekend. Weekend. Zoals David Snitter zou zeggen. Als je wil oefenen, het kan, hè? Alright, ladies and people, vrijdag op de 13e, het is jouw feestje. Jouw vrijdagavondfeestje van Ome Gerard en Michiel Veenstra, de enige echte. Het wordt vanavond de show om nooit te vergeten. Waarom, dat hoor je vanavond tussen 17 en jouw enige extra weekend. Put your hands up, dat is de blub. En hard aan het aan, kan. Prachtig. Dat is een professioneel afgekondigd blokje muziek. Ja. Iemand, is het echt wel extra weekend? Iemand twittert. Ik ga even tegen een vuilnisbak trappen. Extra thuis. Weekend is tammetjes. Als jij even tegen een prullenbak aan wil trappen nu, ja. Hey joh, Feini. Heerlijk, heerlijk. Anarchie, anarchie. Ik doe het ook. Au, godsamme. Wat doe je nou? Ik trap aan de verkeerde kant. Kutbak. Jimmy, ook nog even een keer. Oh, ik voel een blauwe plek aankomen. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One step beyond! Ja. Oh, er komt een partij stop vanaf. Oh, nee, ik zie alleen Isabel. Ron. En Kobus. Henkie nog. Ik hoor wel in de verte, hoor ik wel wat. De hele Breakfast Club ligt hier ook nog. Maar nee. Nee, hè? Hé, hey, echt met Jan Weber wordt leuk. Ze zijn helemaal onder de spam nog steeds, zie ik. Nou. En dan hebben we confetti. Waar komt dat er weer vandaan, joh? Ja. Gerard? Ja. 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 Ja, kunnen we gejoeltjes spreken? Een wat?
Een jingle? Een jingle? Dat is Twents voor jingle. Een jingle? Wat wil je voor jingle? Voor de Bev FM. Hoe? De Bev FM. Bev FM? De Bev FM. Nou ja. Niet drinken! Een mond vol tanden. We leggen dat haast heet uit. Heet echt Bev FM? Ja, dat is piratenstation door Twente, hè. Ik heb hier een hele site vol met piraten jingles voor me. Wacht, ik ga er even eentje spreken. Eindelijk op die antenne. Om te likken zo lekker. Niet likken! Toch wel. Bev FM. Wat een kutmuziek. Drijfnatte hits. Goed bezig. Dat is dan 5000 euro. Bev FM, ja. Mooi. Nou, je Bev, bof maar met zo'n baan. Ja, kom goed. Bye bye, man. Het is zover. We hebben een G, we hebben een A, we hebben een S, we hebben een T. We hebben een gast in de studio, de rijdende rechter. Mr. Frank Visser. Ja. Ja. Oh, wat leuk zeg, wat leuk. Goedenavond en hartelijk welkom in de studio. Ik word er verlegen van, ja. Bent u ooit eerder zo aangekondigd? Nooit, niet? Nog helemaal nooit. Mag ik u tatoeëren? Of moeten we u zeggen? Alles, zullen we dan maar je zeggen allemaal? Ja, dat ben ik. Ja, okay. Jij mag het zeggen. Bijna. Dit is absoluut een stukje voorbereiding. Ik heb voor u, om vanavond lekker te nuttigen tijdens het programma, heb ik een heerlijke Coronas Tempranillo van het wijnhuis Torres voor u om op te drinken. Geweldig. Wilt u een rietje? Of een trechter? De rijdende trechter. Leuk. Thuis doen wij altijd een... De lachband werkt ook. Heb je in de gaten? De rijdende trechter. Nou joh, zo leuk was hij ook weer niet. Papa vond hem leuk, ja? Laten we even naar een klein fragment luisteren wat er aan de hand was. Dom. Ontzettend dom. Dit had nooit mogen gebeuren. En dat blijf ik herhalen. Ook bij de meneer. Een paar keer gezegd, onze excuses. Nogmaals, welgemeende excuses. Maar ik kan ze ook niet terugplakken. Vroeger, toen hij was compleet, daar zit ik ook met zijn balletjes spelen. Hij zei, Jackie, Motti, en nu heeft hij helemaal niks. Ja. Het klinkt ook als een mop. Ja. De hond werd weggebracht voor een gebitsreiniging en kwam gecastreerd terug. De eigenaar, baas, die vond het zo vervelend, want hij kon niet langer met de ballen van de hond spelen. De toptitel ook, het verloren zaakje. Zo heet de aflevering ook echt serieus. Ja. Dat is toch geniaal? Ja, daar zijn we heel goed in. Goh, het is weer wat anders dan een schutting. Ja, precies. Ja. Ja. Hallo, in het echte leven zien we elkaar nu een keer. Ja. Ja, u heeft veel last van ons, hè, geloof ik. Ja, ik weet niet of u de echte Rob Stender bent. Ik denk het wel. Ja, want dat is ook, we kunnen het er ook niet over hebben. Nee. Want meneer Stenders hier... Meneer Stenders, alles wat meneer nu, hè? Ja, het is alleen maar u en de meneer op dit moment. De heer Stenders. De heer Stender. Wilt u bij deze anders een zaak van maken voor laster? Dan kunnen we gelijk ook daadwerkelijk rechtspraak toepassen. Oh ja, dan kan ik ook gelijk uitspraak doen. Ja. Maar meestal loopt het goed af. Hij lost die zaak gewoon op. Het is heel goed voor zijn reputatie. Ja. Alle duidelijkheid. Opgelost. De gedaagde, de heer Rob Stenders. Ik zou liever als verdachte aanmerken. Ja, het is een verdachtmakend programma. Ja. Hoe lang doe je dat al, Rob, de rijdende rechter? Ik denk dat we ongeveer op een jaar zitten. Ja. Met van die vooropgenomen quotes bel jij niet vermoedende mensen die dan volledig invliegen en vaak in paniek raken over... Denken oh mijn god. Dat ze de enige echte rijdende rechter aan de telefoon hebben. Nee, er bellen wel eens mensen terug. Naar de redactie, meestal in tranen. Nee, zie je dat wel? Ja, het crisisteam van de psychiatrische zorg staat voor de deur. Mensen staan punt uit het raam te springen. Dat komt goed uit. Dat komt goed uit. Vrijdag, dat is fijn. Als we hier voor 8:50 kunnen zijn, dan hebben we een leuke combinatie. Of we worden gebeld door de politie, dat ze aan het vechten zijn. En dat is allemaal aan de schuld van de rijdende rechter, want die had dan gebeld. Nee, serieus, is het echt zo erg? Het is heel erg. Er is inmiddels een waarschuwing op de site van de rijdende rechter. Oh, er staat, als de rijdende rechter zelf belt, dat doet hij nooit. Dan weet u dat hij waarschijnlijk met een grap van de radio te maken heeft. Dat staat er echt op? Ja, staat er echt op, ja. De brommer had ik samen met een vriendje in elkaar gezet. Wij moesten een proefrit maken. We hebben hem van zolder naar beneden weten te krijgen. En hij startte. Ik was de straat nog niet uit of reed bijna tegen een politieauto. Oh, hemel! Het raam ging open en hij zei, zeker nog geen 16, hè?
En zo bent u in het vak verzeild geraakt. En zo ben ik in het vak verzeild geraakt. Wat was uw reactie op de agent? Ik was sprakeloos. U zei natuurlijk, maagveldwachter, ik weet van niks. Ik ben snel afgestapt en ben naar huis gelopen. Maar met de brander onder uw arm. Hij vond mij niet de moeite waard om te bekeuren. Ik was nog te klein om te bekeuren, vond hij. Later ben ik diezelfde agent nog een keer tegengekomen. Blijf er even hangen, Fleden. Een flinke wagen heeft het al. En toen zei hij, jij reed 60 km per uur waar 30 is toegestaan. Ik zei, hij kan niet langzamer. Dat is precies, hè? Wouter, daar gaat hij. Zegt u altijd terug naar de studio in Zaandam? Ja, omdat we daarheen gaan. Maar welke studio zit er nou in Zaandam? Wat vind jij het lekkerste plekje op je eigen lijf? Ja. Ja, heren toch. Ja, het is je had ook verder kunnen zeggen. Maar. Nou, ik vind zelf dat ik hele mooie ogen heb. Nou dat is wel prima. Ah, mooie ogen. De eerste vraag is gewoon correct beantwoord. Voilà. Uit het Ja. Ja, dit is even een momentje hoor. Ja. Voordat we het doen, mag ik een geschreven aansprakelijkheidsuitsluiting. Ik was er al bang voor. Wij hebben hier een regeling voor. Wij willen namelijk altijd trouw met de dienstdoende beveiligingsbeambte die zich in het onderste deel van dit pand bevindt. Ja. Zodat die dan weer buiten gaat staan om ervoor te zorgen dat er niemand per ongeluk in de buurt komt en dan letsel op zou kunnen lopen. Tenzij die onder het verkeerde raam gaat staan natuurlijk om te roepen. Nou, wij hebben deze persoon, zijn naam is Jean-Paul, redelijk onder de knie nu. Hey, Jean-Paul. Jean-Paul. Ja, goedenavond. Het moment is daar. Wat is twee het? Dingen mogen eraan. We hebben allereerst, ik denk, een frituurpan. Dat is toch mooi? Ja, keukengerei, ik zei het je toch? Die mag er eraan. Incompleet. En dat is de hele keuze. Dit is de server. De server. Een oude server, hij mag het eraan. Die is al gefrituurd. En die frituurpan, daar moeten we vanaf. Ja, maar ze mogen allebei, hè? Eentje. Hij wil er maar één, jongens. Ja, maar doe jij dan nummer twee? Zo, ik wil wel twee klappen. Maar nou, Frank, jij wil de frituurpan? De frituurpan, die is er echt aan toe dat hij het raam uitgaat. Het is echt... ik doe dat ook in het belang van de volksgezondheid. Juist, heel goed. Een frituurpan, al die vette troep. Die kroketten die er nog in rondzwemmen. Het is echt verschrikkelijk. Op die server heeft hele heftige porno gestaan. Ik vind dat het ook niet goed is voor de volksgezondheid. Moet dat is met rechters mogen nooit computers buiten zetten. Ook niet aan het raam gooien. Kijk. Helemaal klem. Laten we beginnen met de pan. Mocht het nou in de smaak vallen, doen we alsnog de server. Ja, okay. Samen gewoon, Geer, die server. Oh, dat doen we samen. We beginnen met de pan, hè. Let op, hè. Moet ik wel even kijken? Even checken? Ja, precies, van de zijkant. Even checken. Nou, een beetje harder, Frank. Ja. Hallo? Los, daar gaat hij, hè? Ja. 1, 2, op. Oh. Uit het ik geloof er niks van. De rijdende rechter heeft hij het frituurpan. Zullen we deze moeten zullen? En lang suizen ook weer. Eentje is leuk. Ja, maar doen we samen. Ik help. Ah, zie je wel. Kijk, zie je wel. Nog één. Oké, hij is wel wat zwaarder, dus we moeten even... Ja. Hij suist weer zo mooi langs, hoor je dat? Kijk, hij suist langs, hè? Mooi is dat, hè, vanaf de derde zijn. Ja, te gek. We hadden nooit we doen hem samen. Gaan. Daar komt hij, jongens. Samen in vereniging. Het is niet anders. Samen in vereniging heet dat. Maar jij geeft het laatste tuurtje. Ik geef het laatste tuurtje. 2, 3. Op, nee. Dat scheelde verdomde weinig, Gerard. Waar kwam die op dan? Bijna op, ik denk, de brommer van Corné. De brommer van Corné. Ja. Oh nee, maar de rijdende rechter heeft heel veel ervaring met brommers. Dat is ook weer zo. Maar met die van Corné daarentegen... Ik herhaal! Nee, dat is helemaal niet die van Corné daarentegen... Iris? Allebei. Iris? Ja? Wat is je strategie? Ja, mijn strategie, ik weet het niet. Nee, dat drijft wel. Hé, hey, Mark. Wat is het? Wat is het? Geen idee. Zeg eens compromis. Compromis?
volgens het team van Rob en ook Rob zelf. Een van de meest legendarische ooit. Nou ja, laat me gewoon gaan luisteren, toch? Ja. Met Marion. Ja, de rijdende rechter. Goedemiddag. U heeft een buurman, familie Mulder. Ja. Ja, en het gaat om een boom. Om een boom? Die boom die gaat weg. Nee, die boom gaat niet weg. Is het een bijzondere boom? Nou, bijzonder. Hij staat er vanaf het begin dat ik hier woon, dus... De boom staat er pas 16 jaar, dus verjaard is er nog niks. Nee, dat weet ik. Daar moet je 30 jaar voor bezig zijn, geloof ik, inmiddels. Ja. Maar ik wil daar wel eens even met mijn buurman over praten, hoor. Ik bedoel, hij heeft niks tegen mij gezegd. Hij heeft ook niet tegen mij gezegd, joh, ik heb last van dat ding. En ik bedoel, laat hij niet gelijk de rijdende rechter bij wijze van spreken op mijn dak sturen. En u vindt het onredelijk dat ze eisen dat die boom weggaat? Ja, dat hij het op deze manier aanpakt, vind ik verschrikkelijk onredelijk. Ik ga wel eens even bij hem aanbellen, of zo. En dan zegt hij, joh, ik wist niet dat ik ruzie met je had. Ja. En ik bedoel, hij heeft ook een tuinhuis hier neergezet. En op de dag dat het tuinhuis hier neergezet werd, kreeg ik een brief van de gemeente in de bus of ik het wel goed wilde vinden. Dat kan niet waar zijn. Dan zeg ik van, luister eens, boom eruit, huisje weg. Want hij moest heel hard lachen, hoor, toen hij zei van, ja, dat huisje, hè, ja. Ik denk dat het misschien verstandig is dat u zich even meldt bij het juridische loket hier. En dat die even kijken of ze even contact kunnen opnemen met die advocaat. Heeft hij het al zover dat hij een advocaat heeft ingeschakeld? Ja. Nou, ik begrijp het werkelijk niet. De goede burenrelatie is u ook geen 10 centimeter waard. Nou, eigenlijk niet, nee. En dat was het toch wel. Het was gewoon super. Ik bedoel, we drinken een borrel met elkaar. Ja. We gaan zomers bij elkaar af en toe eens in de tuin zitten. Nou, wat is dit nou toch? Met andere woorden, ideale buren. Echt waar. Maar wat hij nu aan het doen is, dat begrijp ik niet. Van wanneer dateert dit? 12 juni 2007. 2007? Ja. Nou ja, zeg. Ja. Toen heeft hij het aanhanger gemaakt. Ja. Dan ben ik nu 4 jaar verder en dan zegt hij niks. Nee. En dan lopen wij hier als gezellige buren met elkaar. Ja. Heeft hij u foto's gestuurd van mijn tuin? Ik heb foto's gekregen. U heeft foto's gekregen. Ik heb hier nog een foto en dan moet u mij eens uitleggen, want daar staat u op. In hun tuin. Ja, nou en? Ja. Tuurlijk, als je bij elkaar zo over dat... We hebben een laag hekje, een hekje. Oké. Okay. Dan is het van jongens in een borrel. Nou, hopla. De tuin is daarbij het centrum van de activiteiten. Tot in de late uren wordt met een grote groep mensen in het tuingebied verkeerd onder het genot van de nodige alcoholische consumpties. Nu komt-ie. Nou, dat is één keer voorgekomen. Dat is hier op 26 augustus een grote genootschap. En de nodige alcoholische consumpties. Nou ja, zeg. Daar wordt gesproken over de houding van uw oudste kind. We zijn beledigd, teringleider, kankermongool is geroepen. Ik sla je helemaal in elkaar. Nee, dat soort taal gebruiken wij hier niet, hoor. U heeft gewoon een bloedhekel aan ons daar. Niet waar, hoe komt u daar nou bij? Maar u ontkomt er niet aan, hoe moeilijk het ook is, om met ze in gesprek te gaan. Ja, natuurlijk. Oké, ik zie u terug in de studio. Nee hoor, u ziet mij helemaal niet in de studio. Waarom niet? Nee, waarom moet ik daar komen? Ik heb helemaal geen zin in al dat gedoe. Dat is mijn uitspraak en daar moet ik. Nou, nee, werkelijk. Dag. Dat is wel heel gemeen, hè? Ik heb het netjes teruggebeld. Maar even, hoe kom je aan deze mevrouw? Is dat gewoon random? Nou, er is een trucje voor. Ik zoek een meneer Mulder op en dan kijk ik in de straat. En dan als meneer Mulder 8 is, bel ik mevrouw van nummer 6. Ah. Uw buurman heet meneer Mulder. Oh, zo simpel is het. Ja, zo simpel is het. En boom heb je overal natuurlijk. Boom heb je overal. Wij bedanken uit de grond van ons hart voor de aanwezigheid vanavond meester Frank Visser. De rechter.